Het is vandaag donderdag 6 juni. Dit is Flevoland. Voorstel om grof vuil weer aan huis op te halen. Minder vaak misprikken met de Veenviewer. En leerlingen vragen André Kuipers hemd van het lijf. Goedenavond. Inwoners van Lelystad hoeven in de toekomst hun grof vuil, zoals versleten bankstellen, matrassen of vloerbedekking, niet meer zelf weg te brengen. Het wordt dan aan huis opgehaald. Met dat voorstel komt het college van burgemeester en wethouders. Dit is iets dat niemand graag ziet, maar wel vaak voorkomt. Ondergrondse afvalcontainers met een hoop troep ernaast. Troep die eigenlijk weggebracht moet worden naar het afvalstation. Een fenomeen dat ook de Lelystadse wethouder Ellie van Wageningen wel opvalt. Ja, ik kan u zeggen, ik krijg heel vaak foto's binnen van plekken waar weer grof afval staat. Wat zomaar neergelegd is aan de kant van de weg. In Lelystad stijgt het aantal ondergrondse containers binnenkort, omdat de manier van afval inzamelen verandert. Met meer containers wordt ook gevreesd voor nog meer rommel op straat. Op aandringen van de gemeenteraad is de wethouder gaan zoeken naar mogelijkheden om grof vuil op te halen. Zoals dat vroeger ook gebeurde. Willen we graag twee keer in de week de kans toegeven. Dus je belt dat je grof huishoudelijk afval hebt en dan kan het gratis worden opgehaald als jij het thuis bij de weg zet. De gemeenteraad kan ook nog kiezen voor een alternatief. Namelijk niet op afspraak troep ophalen, maar een vaste route voor een vuilniswagen die grof vuil meeneemt. Het heeft niet onze voorkeur omdat we dachten, ja, dan moet die wagen ook gaan rijden op plekken waar helemaal geen grof vuil staat. Dus dat is eigenlijk jammer, ook van de kosten daarvan. En we dachten, het is misschien dan ook wel iets verleidelijker om te zeggen, nou, die vrachtwagen die komt dan en dan langs. Ik zet het alvast bij de weg. En dan heb je natuurlijk ook dat de bewoners er tegenaan moeten kijken en dat het er 2-3 dagen staat. En dat willen we ook voorkomen. Als de gemeenteraad voor de zomer nog akkoord gaat met het plan, dan zou het nieuwe beleid dit najaar kunnen ingaan. De gemeente Zeewolde moet flink bezuinigen. Met die negatieve boodschap kwam wethouder Wim van der Es vandaag bij de presentatie van de voorjaarsnota. Het jaarlijkse tekort bedraagt vanaf 2022 3 miljoen euro. De gemeenteraad wacht de komende weken dan ook een zware taak. De totale begroting van Zeewolde bedraagt ongeveer 40 miljoen euro. En dan hakt een tekort van 3 miljoen er behoorlijk in. 3 miljoen is niet iets wat je zomaar uit je mouw schudt. Dat zijn echt serieuze bedragen. En dat kun je niet met simpele dingen oplossen. Stevig ingrijpen is dus nodig. De wethouder geeft de gemeenteraad een aantal suggesties mee. De lokale belastingen verhogen is er één. Toeristenbelasting is daar een voorbeeld van, maar ook de belasting op woningen. We sluiten eigenlijk niks uit. Verder denkt de wethouder aan investeren in een zonnepark of windmolenpark, zodat de gemeente daar jaarlijks inkomsten uit kan krijgen. Dat is niet dé oplossing, maar kan op middellange termijn wel bijdragen aan de oplossing. U wordt een beetje ondernemer dan als gemeente? Dat zou je zo kunnen zien. En natuurlijk, dat moeten we ook uitzoeken en dat moet allemaal binnen wet en regelgeving passen. Maar er zijn al voorbeelden in Nederland waar dat inderdaad ook zo gaat. Dus dat is zeer interessant. Bezuinigingen op de subsidies is een derde optie. Onduidelijk is nog welke organisaties getroffen worden. De wethouder geeft daarin ook geen voorzetje richting gemeenteraad. We geven de raad wel denkrichting mee, maar dan wel op de grote lijn. En niet specifiek over welke verenigingen dan, of de sport wel en die niet. Dat is echt een discussie die in de raad thuis hoort. De reden dat Zeewolde de komende jaren moet ingrijpen heeft te maken met de afschaffing van de zogeheten precario-heffing. Belasting op ondergrondse leidingen bijvoorbeeld, die heffen aan Vitens. Dat schiet meteen een gat van 1 miljoen in onze begroting vanaf 2022. Dat is al een derde van het totale bedrag. En loon- en prijsontwikkelingen zijn een ander belangrijk kenmerk. Het gaat economisch goed. Lonen gaan omhoog, prijzen gaan omhoog. Zowel bij ons als gemeente als bij de gemeenschappelijke regelingen waar we in zitten. En leveranciers uiteraard. Dat schiet aardig omhoog. De wethouder sluit overigens een extra tegenvaller niet uit. Momenteel buigt de gemeente zich over de zogeheten meicirculaire van het Rijk, om te kunnen berekenen hoeveel geld Zeewolde exact voor het gemeentefonds krijgt. Misprikken bij bloedafgeven is verleden tijd met de zogenoemde Veenviewer. In het Flevoziekenhuis in Almere wordt sinds kort gebruik gemaakt van deze digitale techniek.
Met een speciaal apparaat worden de aderen in de arm beter zichtbaar. En dat gaat door middel van infrarood. Van 10 tot 15 millimeter diep onder de huid. En dan pakt hij alle aders die hij ziet, pakt hij dan op. En die zie je dan op het schermpje verschijnen. Het is niet de bedoeling dat iedereen op deze nieuwe manier geprikt wordt. Bij een beperkt aantal mensen wordt er van het apparaat gebruik gemaakt. Die kunnen we gebruiken bij patiënten die van de oncologie komen, die veel medicijnen hebben toegestreken of een infuus hebben gehad, waar de aders heel slecht bij zijn. En die zijn dan op de visueel of voelbaar niet meer te zien. En die kunnen dan het veenviewer mee gebruiken. Dan ligt de aders ligt er dan heel mooi op. En tevens kunnen we de veenviewer gebruiken voor bij kinderen die ook heel lastig te prikken zijn. Die vinden het toch al heel lastig om te prikken voor de eerste keer of de tweede keer. En dan kunnen we het apparaat erbij gebruiken en dan komen de aders mooi omhoog. In totaal gaat het om 2 of 3 van de 100 patiënten die baat heeft bij het apparaat. Anderen kunnen er wel om vragen, maar de prikker beoordeelt of het echt nodig is. En ook al klinkt het alsof het apparaat weinig wordt gebruikt, voor het ziekenhuis is het een goede aanwinst. Het is zeer zeker waardevol, want de mensen die er al mee geholpen zijn, die zijn zeer tevreden erover. Ook moet de wachttijd voor patiënten korter worden, doordat er sneller geprikt wordt. Met het apparaat wordt vaak in 1 keer goed geprikt en patiënten zijn er blij mee, hoewel ze in het begin wat sceptisch waren. Zijn ze helemaal geholpen, dan vinden ze het een geweldig apparaat eigenlijk, ja. Want de voorgaande keren is het moeizaam verlopen of niet gelukt. Dan moest het op een andere manier bloed afgenomen worden. En nu kon het via die veenviewer kon het in 1 keer afgenomen worden. Ik vond het wel goed gaan. Hij kon gelijk mijn aders zien. Dus het was gewoon in 1 keer prikken. Dus het ging wel heel goed. Niemand minder dan André Kuipers was vanmiddag te gast op het Bakenstad College in Almere. De astronaut beantwoordde vragen van zo'n 200 leerlingen. We maken nu onze eerste babystapjes buiten en zo niet. Kenning van de maan, straks Mars en verder en verder. Is er wifi in de ruimte? Welke planeet is eigenlijk het mooist? En wat is de hoogste en de laagste temperatuur in de ruimte? Astronaut Kuipers werd, net zoals in het tv-programma College Tour, geïnterviewd op een podium. En de 200 scholieren in het publiek mochten ook vragen stellen. Ik werd gevraagd of ze ook wifi in de ruimte hebben, omdat er overal satellieten en alles rondvliegen. En dat had ik gevraagd en het blijkt dus dat het gewoon wifi op het in de ruimteschip is. Ja, de kinderen hebben natuurlijk fantastische vragen. Sommige zijn best ingewikkeld. Hè? Hoe ontstaat een ster bijvoorbeeld? Kinderen hebben de meest goede vragen altijd. Dus erg leuk om over hele verschillende onderwerpen te praten met deze kinderen. Wat heb jij geleerd? Heel veel over de aarde zelf en dat we de aarde heel erg vervuilen, wat we natuurlijk al wisten. Maar omdat je deze prestaties ziet, dan zie je gewoon meer dan normaal. Ja, de boodschap is vooral dat je vanuit de ruimte heel veel kan zien op deze planeet. Mooie dingen, maar ook dat het minder goed gaat met ontbossing en luchtvervuiling en dat soort zaken. Maar dat je er ook van alles aan kan doen. Dat we een hele mooie planeet hebben die we goed moeten beschermen, want het is de enige die we hebben. En, dat is één boodschap, dat er hoop is vanwege alle goede ideeën van jonge mensen om de aarde beter leefbaar te maken en te houden. En het tweede is dat je je passie moet volgen en dat je daarvoor je best moet doen. Je moet doorzettingsvermogen hebben, je moet goed tegen tegenslagen kunnen, maar je moet nooit tegen jezelf zeggen dat je iets niet kan. Ga het in ieder geval proberen en voordat je het weet lukt het wel, zoals het bij mij ook gebeurd is. Ik vind het super leuk en leerzaam en het was super goed. Er komt nieuw asfalt, verkeerslichten worden vervangen en bushaltes worden opgeknapt. De Lascherweg bij Lelystad gaat deze zomer op de schop. De werkzaamheden staan gepland in juli en augustus, maar de provincie waarschuwt de weggebruikers nu alvast. De Lascherweg is toe aan groot onderhoud. Het asfalt is versleten, dus we gaan het hele asfalt vervangen over een lengte van 11 kilometer. Ongeveer iedere 15 jaar zie je dat asfalt vervangen moet worden omdat het versleten is. Nou, de Lascherweg is een druk bereden weg. We hebben hier dagelijks meer dan 20.000 voertuigen over de weg. Dus je ziet dat het nu wel vervangen moet worden. Op welke plek gaat nou de meeste overlast komen? De meeste overlast zal hier achter ons plaatsvinden, dus bij de op- en afritten met de A6. Omdat de weg daar echt een aantal nachten dicht moet. En ook 3 dagen moet het verkeer wat vanuit Harderwijk komt en naar Lelystad wil, zal moeten omrijden via A6, via Lelystad Noord. Dus dat zal de meeste overlast geven. Wanneer wordt er precies gestart?
We starten maandag 1 juli met de werkzaamheden en dan aan de kant van de Gooiseweg. En dan werken we tot en met 24 augustus en dan zijn we hier en dan zijn we klaar als het goed is. Dus voor het nieuwe schoolseizoen zeggen we altijd zijn we als het goed is weer klaar. En dit was Flevoland voor vandaag. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze gratis app. Download hem voor je smartphone of tablet. En blijf altijd op de hoogte van het laatste regionale nieuws. En deze nieuwsuitzending en alle losse nieuwsvideo's zijn trouwens ook terug te zien op YouTube. Straks uiteraard het weer met Robert de Vries. Een fijne avond en heel graag tot morgen. Dag.